Grote drommel plattelandsvrouwen worden naar de technologiecentra in het zuidoosten van China gelokt. Niet vanwege het emancipatiebeleid, maar omdat er nood is aan arbeidsters in de fabrieken. Toch maakt dat voor Hu Xiaoxia niet veel uit. Voor het eerst in haar leven voelt ze zich vrij. Wu Xiaoxia moet de tijd zien te doden tot 7 uur vanavond. Dan heeft ze 12 uur nachtdienst. Ze woont en werkt in een fabriek van elektronica in Shenzhen in de provincie Guangdong. Met de overuren erbij kan ze zowat 11.000 yuan per jaar verdienen, omgerekend zo'n 20 euro per week. De fabriek ziet er een beetje uit als een universiteitscampus met winkels, een bibliotheek en een koffiebar. Maar niet iedereen in de provincie Guangdong is zo tevreden met zijn werk. In een aantal fabrieken worden de arbeiders genadeloos uitgebuit. De artiesten voor de show worden gerecruiteerd uit de fabriek. Pang Xijia staat aan de productielijn voor schoenen. Op zaterdagavond brengen ze een voorstelling voor 10.000 arbeiders die wel een verzetje kunnen gebruiken na een week van computers in elkaar zetten of sportschoenen stikken. In de voorstelling zit ook propaganda vervat voor een publiek van jongeren die klaar zijn om te trouwen en kinderen te krijgen. Met wat humor gaat het er vlot in. Ja, dat is het.
De nieuwe rolmodellen voor vrouwen brengen ook spanningen met zich mee. De verhoogde druk op het werk en in het gezin brengt hun gezondheid en geluk in gevaar.我工作真的这个在幼儿园嗓子真的就是因为感冒了现在经常没时间看所以这搞得这个样子我以为今年演出我感觉非常抱歉因为没有发挥到我以前的那种水平我一进工厂了就是分在流水线的没事小范没事反正比较辛苦嘛很辛苦了 他的手我以前没摸过他的手因为开始他跳舞嘛后来有一次我跟他一块排舞的时候我摸了他的手很粗糙跟我们的手因为他经常拿斩刀斩刀在平面上的斩刀皮料就是我们做了那个鞋子因为他的手心要跟那个那种铁呀那种刀具要磨在一块所以他的手很粗糙了已经毕竟我工作的地方就是 从早上6点过8分到下午的6点过8分，然后就不可以讲话的，然后所以，就我语言方面都不怎么很口窍的那种。然后虽然说参加艺术团以后，工作上也是这样子，感觉还说呀无聊。不过一想到艺术团，那里有那么多五湖四海的朋友啊。 在那里就感觉，特别一到晚上呢，就是我们最快乐的时候，因为晚上去排练呐，跟他们一起去唱卡拉 OK 啊，跳舞啊，真的是我们最好的时光。We zijn weer in Beijing, een maand na nieuwjaar. Xiao Zhang heeft een dag vrij. Ze gaat naar het restaurant van haar zus in de buitenwijken. Waar haar man Xiao Huang werkt. Het is het enige moment van de week dat ze samen kunnen zijn. Het afscheid van hun kinderen met nieuwjaar ligt nog vers in het geheugen. Het schrijnt nog.